In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met David. Hij is een sadist. Ik heb heel leuk nieuws, namelijk dat Jurres Date en de grens van OnlyFans van Jeef zijn genomineerd voor een televisiering. Je kan dus stemmen op televisier.nl en doe dat als je onze series leuk vindt. Slaan of knijpen? Knijpen. Eén of meerdere partners? Meerdere partners. Grenzen bewaken of overschrijden? Bewaken. Kleineren of pijnigen? Kleineren. Privé of openbaar? Privé. Wat is sadisme? Sadisme in de seksuele vorm, denk ik dat dat vooral is dat je ervan houdt om mensen, in mijn geval vrouwen, pijn te doen. Met hun consent wel te verstaan. Hè. Als ik tegen mensen zeg van, ja, ik vind het leuk om iemand pijn te doen, dan hebben ze zoiets van, ah ja, oké, dat begrijp ik. Maar als ik je dan nog bij vermeld, maar ik vind het ook leuk om te zien hoe zij pijn heeft, dan hebben mensen echt zoiets van, je bent echt raar, David, dat is echt heel raar. Ja, is dat dan BDSM? Of wat is het verschil met BDSM? Sadisme is een onderdeel van BDSM. Maar het is niet alleen maar pijn. En ik denk dat BDSM vooral gaat om macht en onmacht. Wat kan je allemaal doen tijdens zo'n sadistisch spel? Je kan iemand slaan, je kan iemand knijpen, je kan iemand bijten, je kan ook iemand vernederen. Wat dat ook wel pijn is. Ja, pijn is niet alleen fysiek. Dus dan heb je emotionele pijn. Ja, emotionele pijn, mentale pijn. Maar pijn lijkt me ook zo'n, het is zo'n breed begrip inderdaad. Van waar begin je? Want er is zoveel. Pijn is zoveel wat dat voor de ene pijn is voor de andere genot. Is dan dat jij sadistisch bent, is dat dan alleen in die ene wereld? Of ben je ook bijvoorbeeld in je dagelijks leven ook sadistisch? Nee, ik moet er echt niet aan denken om mensen of dieren of andere dingen pijn te doen. Is dat een ding wat mensen denken of zo? Dat jij zegt van niet met diertjes en mensen hebben. Ik krijg vaak de vraag, hè, als ik dan ergens vertel van ik doe aan BDSM. Hè, wat vind je dan leuk? Ja, sadisme vind ik wel leuk. Ah, ging je dan vroeger al kikkers opblazen met een rietje? What the fuck? Nee, sadisten doen dat toch? Ja, ik niet. Denken ook niet mensen dat je sadist bent omdat je vroeger bent gepest of zo? Nee, dat heb ik nog nooit niet gehoord, de vraag. Maar ik ben vroeger wel gepest. Ja? Ja, ik heb een bril op. Dat is een groot probleem. Dat is een groot probleem. Dan vraag je erom. Dat is echt een heel groot probleem. Maar je zei ook van dat je die twee dingen echt helemaal loskoppelt. Dus dat je alleen tijdens je BDSM-spel dan die sadistische gedachten hebt. Maar is het dan niet dat als er iemand op de bus staat te wachten, dat dan toch die gedachten komen? Dat je denkt, oh, hoe lekker zou het zijn als er een bus overheen rijdt? Nee. Is dat er een rare gedachte van mij? Ja, dat is, nee. Hoezo? Er is niks seksueels aan iemand die platgereden wordt door een bus. Nee. Allee, in mijn wereld misschien. Ja. Hoe kwam je erachter dat je een sadist bent? In het begin, had ik niet echt een idee van, dit is anders dan anders. Ja. Toen hij commentaar kreeg, hebben we hele vieze websites opzocht. De eerste keer dat hij betrapt werd op, met de computer. Hoe oud was je toen? 14, 15, 16, zoiets. En wie betrapte jou toen? Ja, de computerspecialist. Dat was iets met de computer. Waarschijnlijk had hij via een of andere torrent een virus binnengehaald. Er was iets mis met de computer en zo kwam hij erachter. Maar er is eigenlijk nooit echt over gesproken. Dat was mededeling en daar was het klaar mee. En ik had zoiets als ik zo makkelijk vanaf kom, dan komt het wel goed. En hoe ontwikkelde toen een beetje zo dat BDSM-randje bij jou? Ja, toen ik 18 was, ging ik naar een erotica beurs in Antwerpen. En daar stonden standjes met BDSM. En dat was dan ergens een infoavond dat je kon gaan volgen. En ik had zoiets interessant, infoavond. En dan ga je alleen naar een of andere seksclub, BDSM-club. Maar dat was echt wel heel spannend. Maar ging er een wereld voor je open? Ja, ik had wel zoiets van, dit is wel mijn interesse. En daartegen was het internet dan al iets meer geëvalueerd. En ben ik advertenties gaan zetten. Maar ik wist toen nog niet zo goed van, wat vind ik leuk? Ja. Dus ik had gewoon een advertentie gezet en ik kreeg daar reactie op. Wat had je daar dan ingezet? Dat is een goede vraag. Ja, het was een algemene advertentie dat ik mensen zocht
om mee aan BDSM te doen. En daar hadden we toen een leuke reactie op gekregen. Dat bleek dan een meesteres te zijn. Daar heb ik dan een tijdje met een BDSM-relatie mee gehad, maar was toch niet echt mijn ding. Maar en dat deed je dus als sub? Ja, als onderdanige. Ja. Ja. Als zij mij sloeg, deed het gewoon pijn. Ja. Pijn. Ik heb mij heel snel gaan identificeren als switch, hè? Dus zowel beide. Hè? En op een feestje kwamen we dan iemand tegen die daar, ja, zoiets had van, oh ja, ik wil wel eens met jou spelen. Maar ik had dominant totaal geen ervaring. En dan samen met mijn toenmalige meesteres met dat meisje gespeeld. En toen had ik wel zoiets van, ja, dit ligt mij misschien wel meer. Wat voel je bij het geven van pijn aan anderen? Genot. Is het beter dan klaarkomen? Ja. Ja? Ja. Ja, absoluut. Ja, jeetje, volmondige ja. 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 Wat kan er nou beter zijn dan klaarkomen? Dat is nou, toch het allerchillst? Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar bij mij duurt klaarkomen maar een paar seconden en dan is het over. Als ik mijn stepel vast heb en ik ben eraan aan het draaien, dat kan echt heel lang duren voordat ik die weer loslaat. Vind je het, denk je, vooral leuk om iemand pijn te zien hebben of meer om iemand pijn te doen? Meer om pijn te zien hebben. Ja? Ja. Het is een gevolg van het pijn doen. Mm-hmm. Maar het iemand pijn te zien hebben, is, ja, vind ik misschien wel leuker dan het doen. Maar dat vinden mensen heel chockerend, hoor. En heb je ook een favoriete pijn? Is bijvoorbeeld je knijppijn beter dan een bijtpijn of hoe? Een langdurige pijn die je makkelijk kan sturen. Dus bijvoorbeeld ja, knijpen of bijten of met een heel venijnige zweep slaan, dat echt heel lang blijft nazinderen. Oh ja. En wat voor voorwerpen gebruik jij nog meer graag? Klemmen. Mijn vingers, tanden. En je hebt dus ook dat emotioneel pijn doen. Mm-hmm. Hoe gaat dat dan? Dat is heel persoonlijk. Wat iemand vernederend vindt. De ene persoon vindt het vernederend om een slet genoemd te worden, de andere vindt het een compliment. En wat doe je dan het liefst? Dus heb je dan het liefst die emotionele pijn om dat bij iemand te doen of de fysieke pijn? Combinatie tussen de twee. Oh ja, het liefst alle twee tegelijk. Ja, alle twee tegelijkertijd. Wat is het extreemste wat je ooit hebt gedaan? Nou, een jaar of 10 geleden had ik een toenmalige speelpartner die daar ook wel hield van openbare vernedering. En had dan een halsband aan de leiband door een grote stad. Gewoon midden door de stad? Ja, midden door de stad in Antwerpen over de Meer. Oh. Heel de Meer vol met mensen. Mensen gaan gewoon echt wel aan de kant. Ja. Ja, mensen hebben echt zoiets van... Maar niemand spreekt aan. Nee, maar dat durft niemand, denk ik. Nee, ja, toen niet. Nu wel. Maar op een gegeven moment maakten we onszelf ook de vraag van... Zou het nu eigenlijk mogen om ja, iemand aangelijnd ja, door de straat te slepen? Te trekken. Ja. Oh, ja. Dus toen zijn we in Antwerpen naar de politie gegaan, politiekantoor, aangelijnd binnen. Mag dit? Ja, ik weet het niet, meneer. Heeft mevrouw daar een probleem mee, mevrouw? Nee. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Nou, dan hebben we daar toch een uurtje gestaan, omdat we de vraag hadden van, ja, mag het of mag het niet? Maar als jullie het niet weten, wie weet het dan wel? Maar aan het lange duur kwamen ze, ja, ik weet niet of dat mag, maar zolang dat we geen klachten krijgen en mevrouw vindt het oké, vinden wij het ook oké. Ha, oké, dus als er op straat iemand een probleem van heeft, dan vinden jullie het ook een probleem. Tot de dag van vandaag is het me eigenlijk niet helemaal duidelijk of dat mag of niet. Maar ik denk als je het de dag van vandaag doet, het gaat op social media komen en je gaat echt wel gelyncht worden. Ik zou de dag van vandaag, te zijn met de Gay Pride in Amsterdam of zo, zou ik er mij niet meer aan wagen. Hè. Is er ooit wel eens een keer iets gebeurd waarbij je je toch schuldig hebt gevoeld achteraf? Nee, ik heb ooit een Tinder date gehad en... Zij had tegen mij verteld van, ja, ik vind het wel leuk om billenkoek te krijgen tijdens seks. En ik had zoiets van, ah ja, dat vind ik ook wel leuk. Maar blijkbaar was onze definitie van billenkoek toch niet helemaal strokend. Jo. Niet helemaal strokend. Dus ja, toen voelde ik mij daar wel schuldig over. Vooral omdat zij zoiets had van, ja, ik had verwacht een geile date te hebben. En ja, nu doen mijn billen eigenlijk vooral pijn. Hoe bewaak je de grenzen van je partner? Door heel veel te communiceren. Heel open te praten en te blijven praten. En ook als het mis zou lopen... Vooral te blijven praten. Ja. Zit het hem ook niet heel erg juist in lichamelijke taal? Dus dat jij goed moet kunnen zien? Ja, dat is vooral tijdens. Maar ik vind dat voordat je aan zoiets begint, dat je heel veel moet communiceren en moet praten waar dat de grenzen liggen of waar dat je denkt dat ze liggen. Soms kan je wel eens denken dat een grens ergens ligt, maar in de praktijk heel anders. Maar het lijkt me juist ook zo lastig, omdat je wil ook juist die grenzen overgaan, toch? Op een veilige manier.
Nee. Wil je niet die grens een beetje oprekken? Dus als iemand zegt, ik kan niet meer... Er is een verschil tussen oprekken en overgaan. Ja. Tegen een grens aanduwen is oké, eroverheen gaan is niet oké. En voor het geval dat ik dan toch de signaal zou missen, hebben stop worden. Dus oranje en rood. Oranje wil zeggen, ja, ik ben bijna aan mijn grens, even iets minder. Mm. En rood wil zeggen, ja, ik zit aan mijn grens, we gaan stoppen. Maar ook omdat ik me, je hoeft zich niet antwoord op te geven hoor, maar ook omdat ik denk dat het denk ik voor jou heel lastig is als iemand jouw grens overgaat, omdat jij juist degene bent die dominant is, dus die de grenzen bepaalt. Ik heb sowieso relatief weinig grenzen en mijn grenzen liggen vrij hoog. Ik ben heel open-mind, maar er zijn ook dingen waar ik niks mee te maken wil hebben en niet wil doen. Maar ja. Gewoon, wat is in general jouw grens? Dingen die echt onveilig zijn. Dingen die permanente schade veroorzaken. Mag een partner jou ook pijn doen? Nee, ik word er niet warm of koud van als iemand in mijn tepel bijt. Integendeel, ja, koud vooral. Maar heb jij een partner? Ja, ik heb een partner. En is hij niet helemaal bont en blauw, iedere dag? Nee, toch niet. Nee, toch niet. Hoe is dat om pijn te geven bij een geliefde? Er zijn dingen die ik met een liefdespartner niet zou kunnen doen. Die ja. ik met een occasionele speelpartner wel kan doen. Ik kan een liefdespartner niet helemaal tot op de grond gelijk maken en mentaal afbranden. Ook al zou zij dat misschien zelf wel willen, kan ik dat wel bij een occasionele speelpartner. Want ben je daar eigenlijk heel open in? Bijvoorbeeld naar, ja. ook naar vreemde mensen dat je een sadist nee. bent? Ja, nee, waarom zou dat doen? Nee, ja, nee. Als ze vragen van wat doe je zoal in het leven? Dat is gewoon vanille seks. Wat doe je zoal in het leven? Ja, elke avond neuk ik mijn vriendin. Dat zeg je toch ook niet? Ja. Nee. Nee, dus ja, ja. Nee, wildvreemde mensen. Wow. Hoe is het dan bijvoorbeeld voor jou om, zeg maar, tussen haakjes normale seks te hebben? Dus als er geen sadisme aan te pas komt? Dat vind ik persoonlijk vrij saai. Over het algemeen. Doe je dat nog wel eens? Ja, ja. En zijn er veel meer mensen dan we denken die ervan houden? Ja, ja, ja. 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 Oh ja? Ja, 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 ja. ja. Ik heb geen gebrek aan speelpartners vinden. En stel nou dat er mensen zitten te kijken die denken van, oh nou, het begint nou toch wel een beetje te kriebelen. Wat is een goed instapmodel om ook een beetje zo in deze wereld te komen? Naar je partner gaan en zeggen van ja, ik heb een filmpje gezien bij Juris Date en lijkt me wel leuk om daar eens iets mee te experimenteren. Ja. Dat lijkt mij een goed begin. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Nou, dat was hem. Dankjewel. Hou jij eigenlijk van een vega-burger of gewoon vlees? Vlees. Ja? Vlees, absoluut. Oh ja? Heb je het wel eens geprobeerd om vegetariër te zijn? Ja, ik vind het persoonlijk niet lekker.